Het wetenschappelijk onderzoeksinstituut IMARIS in IJmuiden onderhoudt met het onderzoeksinstituut in China nauwe contacten. Ook ons bedrijfsleven in IJmuiden. Dat is niet alleen gevestigd in het nationaal, maar ook internationaal. En toen heb ik gedacht van laat ik iets cultureels meenemen. En met name door de ondersteuning van het Cornelis Vreeswijkgezelschap heb ik enkele liederen van Cornelis Vreeswijk laten vertalen in het Chinees. Maar ook daarin is de zorgvuldigheid hebben we getracht om de geest mee te geven. De maatschappij kritische geest. De kracht van het leven. Wat Vreeswijk in zijn tekst kon weergeven. En mijn Chinese collega's waren verrast. En zo beïnvloeden we China ook met mooie kanten van de muur.